Ik neem de gelegenheid om u naar voren te roepen. Dus u heeft een bepaalde quiz die u moet beantwoorden. En natuurlijk geef ik gewoon de microfoon aan onze quizmaster. Niemand anders dan Marcel. Hallo dames en heren, ik ben jullie quizmaster voor deze quiz die speciaal voor onze paaster is georganiseerd. En de paaster die zegt altijd dat we allemaal Nederlanders zijn. En we zijn hier allemaal Nederlanders. Ja. Maar we willen eens even kijken, zeg maar. We willen hem even op de proef stellen, zeg maar, hoe zijn kennis is van Nederland en zo. Kijk, hoogstwaarschijnlijk zal hij wel weten wat het hoofdgerecht is van Nederland. Dat is boerenkool, hè, met worst. Ja, dat weet iedereen. Maar we hebben ook nog een aantal vragen, zeg maar, waardoor wij zijn kennis van Nederland een beetje op de proef willen stellen. Dus ik wil jullie ook allemaal vragen niks verklappen. Ik moet heel eerlijk zeggen, er zitten een aantal vragen tussen die ik zelf ook nog niet eens weet. En ik ben een echte Nederlandse blanke jongen. Maar kom even naast me staan, paas. Ik heb hier de eerste vraag. Even stel allemaal. Hoe heten de drie zonen van Beatrix? Geef hem de microfoon. Hoe heten de drie zonen van koningin Beatrix? Alexander. Willem-Alexander. Marcel, geef hem A, B en C. Prince. Oh ja. Heel goed. Ik doe het even anders. Ik ga je drie keuzes geven. Hoe heten de drie zonen van Beatrix? Is dat A, Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn? Is dat B, Willem-Alexander, Maurits en Bernard? Is dat C, Willem-Alexander, Edwin Roy van Zuiderwijn en Constantijn? A, B of C? A. A? Heel goed. Applaus voor Pater. Hey. Ja, heel netjes. Heel netjes. Oké. Dan gaan we eventjes naar een makkelijkere vraag. Dit was een redelijk moeilijke vraag. Vraag 2. Wie is de minister-president van Nederland? Zal ik drie mogelijke antwoorden geven? Of, Jan-Peter Balkenende. Hey, in één keer goed. Oké, het gaat de goede kant op. Ja. Hij bewijst zich wel, hè, dames en heren. Ja. Oké, we gaan naar de categorie Nederlandse muziek. Oké, even doodse stilte, want nu komt een leuk moment. Ik zing een stuk van een liedje en dan vraag ik aan jou om hem af te maken. Liedje nummer 1. Oei, hoe gaat hij nou eigenlijk? Als de lente komt, dan stuur ik jou. Geen idee. Een bloemetje uit Amsterdam. Tulpen. Oh, tulpen. Tulpen uit Amsterdam. Sorry. Ja. Ja, sorry. Ik wist hem zelf ook niet. Ja, gedeeltelijk. Liedje nummer 2, paaster. Maak dit oudste volkslied ter wereld af. Wilhelmus van Nassau. La 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 la. Ja, hij kent het ritme, hij kent het ritme. Nou de woorden nog. Nee, dit bewijst wel dat hij het weet. Ja. Oké. Nou, dan gaan we naar categorie Nederlands eten. Oké. Wat is hutspot? Ik ga je drie mogelijke antwoorden geven. Is dat A, gestampte aardappelen met andijvie en spek? Is dat B, gestampte aardappelen met wortelen en ui? Of is dat C, gestampte rijst met wortelen en ui? Mag je zeggen? Ga je A herhalen? A is gestampte aardappelen met andijvie en spek. B is gestampte aardappelen met wortelen en ui. En C is gestampte rijst met wortelen en ui. Zeker geen C. Zeker geen C. Geen C. Ik twijfel aan B of A. En ik denk ik ga voor A.